van deze wielen die volstaan met past en present PSV-spelers. En vandaag gaan we die gebruiken om het beste PSV-team ooit te maken. We gaan positie voor positie en als het me niet lukt om een 88-rated team te bouwen, dan discard ik één random speler voor elke rating die ik er vanaf zit. Maar dat doe ik wel van mijn hoofdteam. En we beginnen met onze keeper. Er staan hier een aantal bizarre kaarten. Ruud van Nistelrooy, Unnerstal. Maar we hebben ook een Boyd Waterman en Titon. Die spelers die wil ik ontwijken, want we moeten proberen hem zo hoog mogelijk team te maken. En dit is Eloy Room. Maar dit is waar het interessant wordt. Ik kan ervoor kiezen om Room in mijn team te zetten. Of ik kan kiezen om nog een keer aan het rad te draaien. En dan die speler moet ik nemen. En ik wil het erop wagen. Geen Eloy Room. Het kan niet echt lager zijn dan 72. Zou je zeggen. Krijgen we nou weer Eloy Room? Nee, we krijgen Jeroen Zoet. Niet helemaal het begin waar ik op had gehoopt. Jeroen Zoet, welkom bij ons team. Ik kan me echt herinneren dat hij een beest was bij PSV. Hij speelt tegenwoordig bij Spezia in de Serie B. Tijden zijn veranderd, Jeroen. Dit is niet zo'n goed begin van het team. Laten we gaan voor de centraal aanvallende middenvelder. Dit is ons rad voor het middenveld. Er staan echt gigantisch veel spelers op. Van een Ruud Gullit tot een Genie Wijnaldum tot een Joey Veerman. Maar er staat ook een Guus Til op. Een Gomez staat er ook op. En nog heel wat mindere kaarten. Ik ben benieuwd, wie is onze centraal aanvallende middenvelder vandaag? Het is Ryan Thomas, zo te zien. Ja, Ryan Thomas. Ja, nee, die gaan we niet nemen. We gaan nog een keer draaien. Ik hoop dit keer wel op iets goeds. Er zijn zoveel keuzes. Malik Tillman. We hebben twee spelers toegevoegd en allebei zijn ze zilver. Dit is niet het begin wat ik in gedachten had. Ik hoop dat de andere middenvelders iets meer geluk geven. En daar gaan we ook precies voor draaien. Wie kunnen we krijgen? Ik wil eigenlijk gewoon een Veerman of een Gutsen. Geen Pereiro. Laten we nog een keer draaien. Ik wil echt geen Pereiro. Ik hoop gewoon op een kaart die iets hoger is. Oh, het is Genie Wijnaldum. Ah, no. Genie. Wijnaldum. Wijnaldum, dat is wel een kaart die ik wil proberen eigenlijk. Hij heeft 99 fysiek, dus het zou echt een beest moeten zijn. Goed, laten we gelijk die derde middenvelder pakken. Waarom niet? De kans op een Joey Veerman is zo klein. Maar die kaart is zo ontzettend goed. Dus stiekem hoop ik er een beetje op. Is dit Maher? Het is Maher. We gaan gewoon meteen nog een keer draaien. Kom op, geef me die Joey Veerman. Tot Sangare. Het is Sangare. Sangare is een prima kaart, oprecht. Daar ben ik oprecht heel blij mee. Ik bedoel, van alle zilveren die het hadden kunnen zijn, is het Ibi Sangare. Geen Veerman, geen Xavi Simons. Dat baal ik wel van, maar het middenveld is oké. Laten we gaan voor onze spits. Veel opties. Ruud van Nistelrooy is er één van. We hebben Danjuma, we hebben Malen, we hebben Super Luc de Jong en Memphis Depay. Maar wat dacht je van die R9 Ronaldo? Dat is ook een optie. Die heeft bij PSV gespeeld. Dit is Joël Pirou. Ja, die gaan we natuurlijk niet nemen. Nu hopen op iets beters. Kom op. Ja. Wat is een PSV-team zonder Super Luc de Jong? Super Luc, welkom bij de club. De man heeft 5-star weakfoot. En bizarre statistieken. Hij heeft 99 strength, 99 jumping. En zijn schieten is ook bizar. Daarnaast heeft hij een powershot plus, een acrobaat plus en een aerial plus. Dus hij springt hoog, doet gekke dingen en kan keihard schieten. Nou, deze kaart kan niet anders dan bizar zijn. Echt mega blij mee. Wat is een PSV-team zonder Super Luc? Laten we gaan voor een winger. Dit is de lijst met wingers. We hebben Donjo Malen, Xavi Simons, we hebben Park, ook Savio, die nu bij Girona speelt, die staat erin. Maar we hebben ook een paar mindere. Wat dacht je van een Bruma of een Anwar El Ghazi? Ik vind alles best als het boven de 85 is en dan ben ik mega blij. Want we moeten onze algemene rating wel omhoog schroeven. Boven 85 zei ik, niet 84. Bergwijn. Ja, nee, we gaan opnieuw spinnen. Ik hoop gewoon op zo'n Savio, dat die kaart lijkt me echt bizar. Dat gaat de goede kant op, het wordt Savio. Het is Savio. Welkom Savio in ons team. Oké. Hij is letterlijk 20.000 munten. Ik weet niet waarom. Savio, welkom in het team. Dit lijkt me ook echt een bizarre kaart. Ons team begint nu eindelijk ergens op te lijken. En onze algemene rating schiet omhoog. Maar we zijn er nog lang niet. Laten we meteen onze rechtsbuiten gaan zoeken. En dat is hetzelfde rad als daarnet. Kom op, geef me een goede rechtsbuiten. Geef me Xavi Simons. En niet... wie is dit überhaupt? Ik heb geen idee. Ik ken hem wel ergens van. We gaan gewoon gelijk nog een keer draaien en nu wel hopen op wat goeds. Oh, we zitten in het goede rijtje. Is dat Chucky Lozano? Dat is Chucky Lozano. Lozano heeft een informkaart. Een 84-rated informkaart. Die gaan we kopen. En gelukkig kan die op rechts. De voorhoede is echt insane.
Nu hopen dat de verdediging ook zo wordt. Want Zoet kan een goede verdediging gebruiken. Laten we gaan voor de linksback. Welkom bij het wiel vol met fullbacks. We hebben Teze, we hebben Dest, we hebben Zinchenko. Maar we hebben ook Brenet, Mauro Junior en nog veel meer mindere spelers. Kiana Hoever bijvoorbeeld. Laten we hopen op zo'n Dest, want die zou ook echt heel goed zijn. Is dit Dest? Het is... Oh, het is Paal. Oh nee, niet Kenneth Paal. Ja, die gaan we proberen te skippen. Laten we gewoon nog een keer draaien. Maakt niet uit wat het wordt. Het kan bijna niet slechter zijn dan Paal. Het is Arias. Of Max? Nee, het is Arias. Er is maar één op de markt en die kost 10.000 munten. Dus ik ben wel blut aan Arias, maar hij staat wel in ons team. Deze man was echt een beest bij PSV. Misschien wel één van mijn favoriete spelers op het moment dat hij daar speelde. Goed, dat is onze rightback. Laten we gaan voor de linksback. En normaal gesproken doe ik het een beetje crisscross door elkaar. En nu doe ik gewoon wiel voor wiel. Ik weet niet, ik wou een keer wat nieuws proberen. Wie is dit? Hij speelt bij Al Nasser. Ja, die gaan we duidelijk niet nemen. Kom op, we hebben een paar goede verdedigers nodig. Oh nee. Niet Kenneth Paal. Oh, Kenneth. Hij achtervolg me. Welkom in het team. Kenneth Paal. Ja, onze fullbacks. Ja, we hebben er niet zoveel aan. Ik hoop op betere centrale verdedigers. Het laatste wiel van vandaag. We hebben Boskagli, we hebben Teze. En verder hebben we eigenlijk alleen Koeman. Want de rest is echt matig. Ik hoop op die Boskagli kaart. Die wil ik echt heel graag een keer proberen. Dit is Brandwade. Niet eens. Het is een of andere Deen. Ja, die gaan we nog een keer spinnen. En dan wel hopen op een gouden kaart op zijn minst. Kom op. Oké, ja, nu is het wel Brandwade. Prima speler. Alleen, het doet ons algemeen niet ten goede. Ik maak me echt zorgen, want... dat worden echt heel veel spelers uit mijn main team. We gaan nog een keer spinnen. Dit keer krijgen we een zilveren. Oh, en nu krijgen we Ronald Koeman. Die had ik even niet verwacht. 49.000 munten voor Ronald Koeman om ons team af te maken. We hebben een rating van 84, maar het is nu wel tijd voor de bonusronde. En in de bonusronde gaan we één potje FC24 spelen. En voor elke goal die ik maak, mag ik één rating toevoegen aan mijn huidige rating. 84. Dus ik moet 4 keer scoren om niemand te discarden. Gelukkig heb ik Super League. En zoals altijd, kijkt mijn team weer mee vanaf de bank. En nu maar hopen dat het team van mijn tegenstander niet al te goed is. Oh, dit team is echt bizar. Oh. Vrije trap. Pirlo. Die... Oh, Zoet moet ingrijpen. Sorloth. Daar komt Sorloth in de handen van Zoet. Sancho. Voorbij iedereen. Jadon Sancho. Ja, dan is het afronden. 1-0 voor mijn tegenstander. Gelukkig maakt de score niet zo uit. Maar ik wil alsnog gewoon proberen te winnen. Want ja... het is alleen lastig met zo'n team. Rafinha. Goed ingestapt van Koeman. Bal wordt voorgelegd. Pirlo, ja, dan wel. 2-0. Ja, dit team is echt heel erg slecht. Savio gooit hem voor naar een Super Luke. Nee, redding. Nu dan wel. Nee. Sancho gooit hem voor. Koeman levert hem in. Simons maakt het niet af. Daar gaat hij. Savio met wat ruimte. En wat tijd, Savio. Ja, dan is het 2-1. En dat is één speler die we vrij spelen. Nog maar 3 te gaan. Oké, Savio. Versnelt weer, Savio. Heel snel. Savio, nee. En mijn tegenstander bleef maar kansen creëren. Bal voor goal en dan tweede paal Sancho. Ja, die hoeft hem alleen maar binnen te knikken. 3-1, zo makkelijk gaat het voor mijn tegenstander. Savio, Tillman. Super Luc, we zoeken een mogelijkheid. Super Luc, nee. Maar dan krijgt mijn tegenstander een corner mee. Het is ongelooflijk, alles vliegt erin. Ja, het is wel te stellen dat Jeroen Zoet niet zo'n goede keeper is. Sancho. Sancho, Zoet. Met heel veel moeite op een hele makkelijke inzet. Pirlo. Met een vrije trap, Zoet. De Jong. Hoge bal richting Savio. Savio, dit is jouw moment, Savio. Nee, redding. Lozano kopt hem erin. Daar is Luc. Nee, nee, niemand. Oh, wat is dit? Greenwood. Gooit hem erin. En dan de kopbal gaat door Jeroen Zoet heen. Zoet is niet al te best. Dat is één ding wat zeker is. Dus ja, dat is bij mij wat overschaduwd. Daar komt Sorloth weer. Wel Zoet dit keer. Luc de Jong tussendoor naar Savio. Daar is de tweede. Toch nog een speler gered. Laat in de wedstrijd. Ik hoop dat we er stiekem nog eentje bij kunnen prikken. Savio naar Luc. Super Luc. Super Luc. Ja, Luc scoort er nog één in de allerlaatste minuut. Ik ben nog nooit zo blij geweest om een 5-3 te scoren. Oh, maar dat betekent dat we maar één speler hoeven te discarden.
Oh, daar ben ik zo blij mee. Jullie hebben geen idee. Oh, wat een wedstrijd was dit. Zo frustrerend. Maar toch weten we 3 keer te scoren. Wat een ongelooflijk slecht team is dit. Wow. Goed, het is tijd om 1 speler te discarden uit mijn hoofdteam. Dus hey Siri, kies een getal tussen de 1 en 11. Het antwoord is 9. 9. 9 is Roberto Carlos. Hij is 500.000 munten waard. Het spijt me, Carlos. Het is echt tijd om te gaan. Oh, dit doet pijn. Oh. Goed, terwijl ik mijn tranen weg ga vegen, kan jij hier klikken om de volgende video te kijken. En vergeet niet te abonneren.